Dan vond ik dat wel mooi, dat, of het nou willen of niet, dat hele christelijke zit op de een of andere manier blijkbaar in ons. Dat werd in ieder geval ook in het juryrapport over het witboek wat we indienden en wat we gepresenteerd hebben 30 november in Amsterdam vermeld. Maar wat dat verder inhoudt, dat juryrapport, dachten we moeten daar toch ook enige goede analyse op loslaten. We moeten enige objectiviteit inbouwen. En vandaar dat we Hans Momma's gevraagd hebben om voor ons daar eens kritisch naar te kijken. En ik wil Hans en Huub Smeetsel, de voorzitter, uitnodigen om het daarover te hebben. Goedemorgen, heren. Als jullie hier komen zitten, dan krijg je van mij een telefoon. Goedemorgen. Hans, je hebt dat keurig voor ons een analyse gemaakt. Je kwam uiteindelijk op zeg maar 5 punten uit. Maar ik zou graag even willen beginnen met een algemene opmerking die je gemaakt hebt. En ik citeer je. Als dit een authentiek juryrapport is, dat daadwerkelijk de gewogen mening van de voltallige jury weergeeft, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat Maastricht favoriet is. Nou, ja. Zullen we daar eens mee beginnen? Kunnen we daar de ochtend mee besluiten? En ik kijk meteen mijn voorzitter ook aan. Ja. Dit is de eerste vroegshoppen nadat überhaupt het juryrapport is uitgekomen. Hè? Ja. Dus misschien moeten we jullie even publiekelijk feliciteren met dit resultaat. Want het is nog niet niks als je Den Haag en Utrecht verslaat. Dus gefeliciteerd jullie met dit resultaat alvast, zou ik zeggen. Dankjewel. Overigens tussendoor voor alle mensen die geïnteresseerd zijn, dat juryrapport kunt u gewoon op onze website via 2018 lezen en heeft u al informatie. Maar ik heb mijn verloren zaterdagochtend de tekst van het juryrapport bij de hand gepakt. En dus even alle tekstelementen eruit gepakt en anders gegroepeerd. En ik ben ze gaan vergelijken met elkaar. Dus echt stevig gaan vergelijken met elkaar. En wat valt je dan op? Dan valt mij op dat de jury liefdevol erg kritisch is over Maastricht. Liefdevol kritisch. Dat wil zeggen, ze zijn kritisch op de uitwerkingselementen. Ze zijn jullie als het ware voort aan stuwen op je pad. Ze zeggen, op de eerste plaats zeggen ze, jullie hebben een absoluut overtuigend verhaal. Convincingly. Hè? Het is convincing het verhaal. En ze zeggen ook op het eind, zeggen ze, dit is een geweldig veelbelovend perspectief. Veelbelovend perspectief met een aantal kleine risico's. Ga nou werken aan die kleine risico's, hè? Dan gaat het lukken, om het zo te zeggen. Dus het is een soort liefdevolle, kritische houding ten opzichte van Maastricht, waar veel meer emotie in zit volgens mij in het juryrapport dan bijvoorbeeld in de behandeling van Eindhoven zit. Mm-hmm. Eindhoven wordt haast kil behandeld, Eindhoven wordt op sommige onderdelen zelfs ironisch behandeld, mm-hmm. Cynisch behandeld. En dat heeft te maken volgens mij, ik ben echt te spreken over het juryrapport, het is een goed juryrapport. Men is tussen de regels van de bidboek door gaan kijken. Houdt zich niet op bij veelbelovende teksten, maar is echt gaan kijken naar de geest, de onderliggende geest, de inspiratie, de urgentie, de passie van waaruit volgens mij die rapporten zijn geschreven. En wat het juryrapport nou samenvattend zegt is, veelbelovende propositie, overtuigende propositie, maar nu uitwerken. Mag ik even doorgaan, Huub, Maastricht de favoriet. Ik weet niet of wij daar zo gelukkig mee moeten zijn, met die favoriete rol. Pak even de microfoon erbij. Zodat als je in Brabant bent, en ik was 10 dagen geleden in Tilburg, dan zegt Brabant, wij zijn favoriet. En dan komt het met heel veel geld en design en Eindhoven, die andere steden, daar hoor je niks van. En ik laat graag hun opstelling, die favoriete rol die ze zich toe-eigenen, laat ik graag bij hun. Ik spreek liever dat wij veel meer in termen van uitwerken, maar ook een stuk zelfbewustzijn. Dus niet zelfgenoegzaamheid. Het bewustzijn om zelf in te vullen, concreet in te vullen, wat, zoals Hans al zegt, die grote potentie is. En ik denk dat in die zin wij voorzichtig zijn met de favoriete rol. En ik denk ook dat behalve het bidboek zelf, de presentatie van ons met z'n tienen en zeer gediversificeerd, we hebben dat de vorige keer uitgelegd, dat bijvoorbeeld ten opzichte van Utrecht, bijvoorbeeld ten opzichte Utrecht te veel grijze jassen, Den Haag uitsluitend internationaal, that's it, dat wij een breed spectrum op tafel leggen. We moeten indienen in juli, maar we moeten ook weer presenteren en men komt ook hier naartoe. Dus wij zien onze kansen te grijpen. Guido. Ik pak dus een paar punten uit, Hans. Je schreef als een van de, als eerste, zeg maar, commentaar,
Het finale bidboek heeft nood aan een verbreding, een aanscherping van het puur cultureel grensoverschrijdende, transnationale zeg maar. Dat zou verbreed moeten worden met een meer socio-economisch stedelijk diversiteitsthema. Ja, is dat in gewoon Nederlands voor een zondagochtend ook samen te vatten? Ja, precies. Ik zal me ook aanpassen. Ik zal het fout gooien. Het paradoxale van het rapport is dat ze zeggen, je blijft eigenlijk in je positionering van Maastricht wat te veel vastzit in die EU-regio-gedachte. En die EU-regio-gedachte is perfect, hè? Convincingly zeggen ze. Maar van de andere kant, wij missen de uitwerking van die EU-regio-gedachte naar twee richtingen toe. Dat is een paradox, een schijnbare tegenstelling. Dus ze dagen je uit om die schijnbare tegenstelling te gaan overbruggen. Naar twee richtingen, naar de stad. Dus Maastricht en de urgentie voor Maastricht is te weinig uitgewerkt in het bidboek. Mm-hmm. Niet alleen in cultureel opzicht, ook in socio-economisch opzicht. Wat heeft deze stad nou in termen van urgentie aan die EU-regionale gedachte? Waarom zouden wij als Maastricht die EU-regionale gedachte moeten oppakken? En die urgentie is natuurlijk evident, die zit er in potentie in. Deze stad moet zijn mentale muur afbreken. Deze stad moet op de een of andere manier zich opengooien naar een bredere EU-regionale omgeving. Daar heeft die EU-regio voor nodig, want die EU-regio moet deze stad openbreken. Nou, dat aspect van het openbreken van deze stad is te weinig uitgewerkt in het bidboek. Ja, en de commissie vraagt dus daar, wacht even, de commissie vraagt dus daar een uitwerking op. En tegelijkertijd zegt die commissie, en je moet ook de schaalsprong maken van die EU-regio naar de grotere Europese gedachte. Dus je zult relaties moeten gaan leggen met andere EU-regio's. Ja, om dat fenomeen wat je hier waarneemt ook te verbreden naar die andere EU-regio's toe. En daar komt ook dat aspect van de katholieke en christelijke dan om de hoek kijken. Huub, wij hebben altijd gedacht dat we deze EU-regio's testing zouden presenteren voor Europa. Ja, het is zo dat volgens mij dat concept staat, dat ze het een goed gestructureerd concept vinden, maar dat ze in relatie tot de EU-regio zeggen dat er een gat is tussen het concept en het programma. Dus een van de dingen die u mag verwachten is dat wij het programma, zowel de vertaling naar de alledaagse werkelijkheid, de vertaling naar de verschillende groepen mensen die hier wonen, wel of niet met een christelijke achtergrond, de vertaling naar een groot aantal culturele spelers, bedrijfsleven enzovoort, dat zullen we oppakken. Hans heeft gelijk als ze zeggen, de Europese context, denk ik, als je dat goed leest, is bij ons het beste verzekerd, mits wij, behalve de EU-regio, behalve Maastricht, de Europese context bespelen. En dan noem ik één voorbeeld. Ze zijn zeer te spreken over Generation Maastricht en een testingzone voor de jeugdwerkeloosheid in Europa zijn, wat een enorm probleem is. En we hoeven niet zo ver te gaan. Ik heb dat de vorige keer gezegd, in Luik bijna 30% en nu afgelopen weekend ArcelorMittal, een grote klap in Genk. Maar ze zeggen, wees nu duidelijker hoe jij bijvoorbeeld die jeugdwerkeloosheid werkelijk tot een sprong voorwaarts voor Europa kunt invullen. Niet zozeer om het op te lossen, maar die testingzone te zijn. Dus wij zijn nu met een aantal mensen aan het verdiepen hoe we die Europese dimensie als voorbeeld, naast het programma, waar jij heel sterk mee bezig bent, dat we dat oppakken. Kort en goed, we blijven testingzone, maar we moeten veel meer richting Europa, daar hebben we goede papieren voor, ook met die regio's, dat we dat oppakken. Dus we weten wat we moeten doen. Nee, wat dat betreft schok ik heel erg wat er vorige week in Luik gebeurde. En inderdaad, wat er in Belgisch Limburg op dit moment aan de hand is, dat socio-economische is iets wat zeer dichtbij komt. En zullen wij, niet dat wij als cultuur met een cultuurproject dit soort problemen oplossen, maar we zullen daar wel een richting in moeten geven. Ja, maar dat is dus zeg maar even de paradox, de schijnbare tegenstelling nog eens een keer, hè, waarbij de jury echt de nieren gaat proeven. Van de kandidaat, zou ik maar zeggen, ben je in staat om die brug te slaan tussen ogenschijnlijk tegengestelde dingen. Hè? Dus enerzijds moet je een artistiek kwalitatief goed programma leveren. Maar je mag je niet opsluiten in de cultuursector. Het moet een verhouding hebben tot de sociaal-economische opgave van de stad. Je moet niet alleen op het niveau van de stad blijven zitten, je moet je verhouden tot de EU-regionale schaal. Dus eigenlijk al die tegenstellingen, hè, die we gebruikelijk zijn om te thematiseren, je moet een oplossing vinden hier in deze regio om die tegenstellingen op de een of andere manier te kunnen overbruggen. Mag ik dat, je noemt nu een paar keer het niveau van de stad, mag ik dat invullen als er is nood dat wij
En dus straks zei je, we moeten de poorten, de muren van de stad ook mentaal openbreken. We hebben nood om een groot stedelijke context in dit gebied te installeren. Ja, en je ziet dat de jury scherp is op het gevaar dat deze stad zich gaat verschuilen achter de EU-regio. Mm-hmm. Deze stad Maastricht moet deze stad verschuilt zich achter de regio. Ja? Die gaat een regionaal verhaal vertellen. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk over de stad Maastricht moet gaan. Mm-hmm. Dus die stad Maastricht moet haar eigen urgentie in dat Bitboek-rapport absoluut thematiseren en dat verbinden met de EU-regio als kans, zou ik zeggen. Dit is een punt van debat waar we bijna dagelijks mee bezig zijn. Ja. Even nog voor de jury. De jury zegt, voor alle drie de steden geldt, Eindhoven en Brabant, Leeuwarden in Friesland en Maastricht in de regio, dat de steden bevestigen moeten dat de stad de duidelijke leider is wanneer ze de titel winnen om een enzovoort enzovoorts, zoals Hans dat noemt. Wij zijn daar inderdaad mee bezig. Aan de andere kant zegt de jury dat de complexiteit van 13 steden in de regio die samenwerken, het financiële gedeelte, het gedeelte hoe je bestuur je dat, wat als er problemen zijn, dat we dat ook moeten verscherpen. Dat was al duidelijk toen wij bij de jury waren en de voorzitter van de Raad van Toezicht, de oud-oberburgemeester van Agen, Jürgen Linde, heeft nog eens gezegd, daarom zijn wij ook Klein Europa. Die 13 bij elkaar, dat is complex, maar Europa is complex. En waar het nu om gaat is dat wij niet blijven steken, ook niet in onze situatie. Vooral ook aandacht voor creatieve industrie, voor economie. Maar uiteindelijk, deze week was dat weer helder, we zijn niet alleen maar als Europa een vrijhandelszone. Dus wat in Engeland aan de orde is. Dus in die zin zag je dat die jury onze aanpak om veel verder te gaan met Europa, de oude waarden van de culturele diversiteit weer opnieuw leven in te blazen, de sparrow who flies, de vogel die over Europa vliegt, daar waren ze heel enthousiast over. Dus ik wil niet zeggen dat het een schot voor open doel is. Nee, het is een stevig dichtgeplakt doel waar wij doorheen moeten breken. Maar, nogmaals, met hard werken, zelfbewustzijn en met steun van velen hebben we hele goede aanwijzingen. 15 pagina's, meer dan gemiddeld gaat dat juryrapport in op een aantal problemen. Dus we denken, gecombineerd met het bezoek, dat wij weten waar we aan toe zijn en niet alleen het beste beentje voorzetten, maar ook de emotie en de noodzaak nog eens goed over de tafel kunnen brengen. Deze stad, deze regio, de complexiteit, eigenlijk zei op zeker moment de jury, en dat was wel leuk, hè, dat moment dat iemand vroeg, is dat nou echt wel zo? En dat de voorzitter van de jury, Gallenhoven, het liet zien, ja maar hier staat het, maar hoe kijk jij daar naartoe? Zei, wij moeten scherper neerzetten. Ja, wat ik zeg dus is ook, de jury is absoluut overtuigd van de potentie van het verhaal. Mm-hmm. Dus ook dus absoluut overtuigd van de dimensies die erin zitten, zoals de Huub die ook naar voren brengt. Maar de jury gaat je nieren proeven. Mm-hmm. Heel simpel, de jury gaat kijken, toetsen van, maak je nou waar wat je daarin pretendeert? En ben je in staat om dat voorbij een soort van abstract mooi verhaaltje te tillen naar een echte middellaag voor programma's? Dus je moet op de een of andere manier in juli ook een soort van scala van intenties of commitment of coalities kunnen tonen die met elkaar een programma gaat maken dat enerzijds wortelt in deze stad, in de sociaal-economische diversiteit en de problemen van deze stad en anderzijds die EU-regio inderdaad oppakt als een platform voor nieuwe kansen. En dat dan inderdaad in combinatie met al die andere EU-regio's in Europa of soms. Je noemt twee punten. Je zegt, we moeten scherper maken hoe wij dat hele project Culturele Hoofdstad kunnen borgen. Met andere woorden, krijgen we burgers echt betrokken? Hoe krijgen we ook de culturele instellingen, artiesten betrokken in dit hele project? En je maakt een opmerking, je zegt van, het uitgebalanceerde programma, waarbij niet alleen dat transnationale, die diversiteit, dat regionale, dat stedelijke, maar vooral ook die samen, die bijna ook onwaarschijnlijke paradox, dat het gebed moet zijn in de dagelijkse werkelijkheid, de werkelijkheid van alle dag, en tegelijkertijd een soort van artistiek perspectief. Nou ja, ik vind een van de interessante lijnen die jullie natuurlijk zelf al in dit boek stevig hebben neergezet, is dat idee van die generation Maastricht. Mm-hmm. En als je erover nadenkt, wat is de generatie Maastricht? Is dus een generatie opgegroeid, is zeg maar even in het post-Maastricht Europa. Die dus kennelijk die internationale dimensie al sterker in zich heeft gehad. En die nu dus al 25, 26 jaar oud zijn, straks in 2018. Die staat dus op een sleutelpunt tussen zeg maar even onderwijsfase en loopbaan, carrière. Hè? Dus die gaan de sprong maken van onderwijs naar arbeidsmarkt. Nou, dat is een hele interessante, een hele dynamische.
Daar kun je volgens mij een concreet programma op maken. Samen met de opleidingen in deze regio, hè, van WO tot VMBO, zou ik maar zeggen. Van hoe ga je nou de generatie die hier opgroeit, inderdaad Europa laten ervaren? En hoe maak je daarvan een kans voor die kinderen in hun verdere loopbaancarrière? Niet door ze hier te houden bijvoorbeeld, maar te zeggen, nee, kom hier naartoe, bereid je voor hier op een EU-regionale loopbaan en vervolgens geven ze een flinke schop Europa in en ga je daar gewoon je carrière verder voor maken. Huub, dat dus lijkt er zijn mooi, allerlei mogelijke lijnen inderdaad om dat programma vlees en bloed te geven. Dat lijkt me een mooi profetische gedachte bijna. Nou, het is niet profetisch. Het is zo, u weet dat naast Hans Momma's, Luc Soeten, die nu rector magnificus is geworden bij de universiteit, ons ook geweldig geholpen heeft, ook gekomen is met dat idee van de jeugdwerkeloosheid. Laat ik één voorbeeld nemen hoe Luc dat ziet. Hij denkt dat de universiteit kan groeien naar 25.000 studenten. Dat moet ook, andere reden, de studentenstafverhouding is ongunstig financieel. Maar hij zegt, als wij in dat drielandenpunt hier, met die drietaligheid, en wij als internationale universiteit, inderdaad kunnen laten zien wat Hans zegt, dat wij hier de Europese jeugd kunnen leren hoe zij een carrière kunnen opbouwen, hoe zij zakelijk in het leven kunnen staan, dan is dat een van de groeipotenties van deze universiteit. Dus hij draait het om. Het is een van de dragers om te zorgen dat ook die universiteit niet alleen meedoet, maar voor zichzelf daar beter van wordt. Dat geldt ook voor de maakindustrie. Een van de juryleden zei nog eens uitdrukkelijk, het gaat niet alleen om de bovenkant van de samenleving, maar ook om de onderkant. En daar zie je, de laatste weken ook weer in de kranten, de aansluiting tussen wat gepresenteerd wordt op het middenniveau en de opleidingen. En sexy opleidingen ten opzichte van de technische vakken. Dat is een groot gat. Dus dat gat moet gedicht worden. En daar zijn we nu ook heel flink mee bezig. Er zijn er een aantal voorbeelden buiten het culturele. Want we gaan heel veel programmaverdieping doen, laten we dat zeggen. Waardoor wij veel concreter kunnen worden in onze aanpak zoals de jury dat ook wil. Uiteindelijk, dames en heren, prijst de jury ons voor onze hoge ambitie. En we zijn aan de andere kant, zeggen zij, en daar moeten we dus op letten dat we dat zijn, gespeend van ervaringen en realisme. Dus we moeten die hoge ambitie waarmaken, dat is goed. Maar die ambitie moet ook niet alleen van ons, maar vanuit anderen gedragen gaan worden met concrete acties. En dan zijn we ook de katalysator die we willen zijn. Het waarmaken van die ambitie, Hans, als afronding, daar geef je in jouw tekst aan en zeg, we hebben een, er ligt behoorlijk wat werk voor, maar dat moet haalbaar zijn. Ik zeg letterlijk in mijn mail, het is geen kattenpis. Of ze maar streeks, zou ik maar zeggen. Maar het moet verdomme haalbaar zijn. Dus je hebt een gedegen verhaal liggen, wat enthousiasmeert, wat ook een urgentie en een passie uitstraalt, wat authenticiteit heeft ook. Als ik vergelijk met Eindhoven is eigenlijk een soort van, die presenteert aan die jury allemaal projecten en programma's en dit en dat. En zullen ze kijken hoe geweldig wij zijn. Terwijl hier zit een veel meer authentiek verhaal over de worsteling met een positie en een regio. Dat spreek ik gewoon uit de tekst. Dat moet je ook vasthouden. Dat moet je vasthouden. Dus zak niet terug in zelfgenoegzaamheid. Zak niet terug in een PR-verhaal. Maar hou vast dat idee van de zoektocht. Maar ga dus een soort van inderdaad een middelaar van projecten nu. Met je stakeholders in de regio. Definiëren waarvan je zegt van kijk, zo zullen wij dat in 2018 gaan doen. En dit soort van programma's gaan we maken met opleidingen, met culturele instellingen, grensoverschrijdend, maar ook terug naar deze stad. Wat betekent dat nou voor deze stad? Als je daar toen staan bent met de managementstructuur, hè, want ook dat is nog een punt van de jury denkt, mijn god, hoe moet het nou eigenlijk daar, hè, in de EU-regio met al die differentiatie en zo. Nou, ook dat kun je zelfs haast het project maken van, hè, via 2018. Als ons dat lukt, dat hebben we in een soort van nutshell, een soort van laboratorium van kunnen laten zien wat je organisatorisch kunt waarmaken hier. Nou, als je dat lukt, ja. Kijk, zeg nooit nooit, hè. Ik denk dat dit juryrapport natuurlijk ook weer in Leeuwarden en in Eindhoven een sense of urgency heeft. Verrek, als ze dat goed lezen, nou moeten we toch echt iets gaan doen. Dus hou ook rekening mee dat ook je concurrenten scherper kunnen worden en sterker kunnen worden. Maar ik geloof dat we dat gaan doen. In maar op die lijn doorgaan, ja. Denk ik, dat verhaal staat conceptueel goed afgedekt. Nou moet je het gaan operationaliseren met je stakeholders in de regio. In ieder geval, het houdt ons de komende maanden van de straat. De planning is dat wij voor 12 juli de final application, laatste bidboek, indienen. Eind augustus, begin september komt de jury op bezoek. 3 of 4 september hebben wij de volgende presentatie in Amsterdam voor de jury. En op 6 september horen wij welke stad. Want je hoort dat ik zou zeggen dat, wel, maar anders zou het te veel favoriet zijn dat wij de titel Culturele Hoofdstad 2018 binnenhalen. Heer, hartelijk dank.